Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Acito. Welkom en leuk dat je kijkt naar Heracles TV. We beginnen deze uitzending met een terugblik op het afgelopen weekend. Heracles Almelo nam het thuis op tegen Vitesse. Kozłowski, dat is een kopstoot die binnenvalt voor Vitesse. Een doelpunt voor de Arnhemmers. Een doelpunt dat ze heel goed kunnen gebruiken. Gewoon heel moeizaam. Ik denk dat het ook te maken had met... Ja, dat we misschien de druk voelden van... Ja, je moet deze winnen, je wilt uitlopen bij ze. En we kwamen gewoon niet in ons spel. We voerden onze taken niet uit. En ja, dan wordt het moeilijk. Meulensteen uithalen en Hart ook zo zeggen. Wat een knal van Melle Meulensteen. Op een gegeven moment kantelde de wedstrijd. We scoren een doelpunt. En, Hansson. Oppenkaart. En daar is de grote kans en ook meteen de goal. Jordi Bruin maakt hem. Ja, ik ben graag rond die is. Kom graag in de 16. En ja, het is leuk dat hij er dan in gaat. Hansson en dan de beweging bij Hoornkamp. Die wordt vastgepakt door Isimat. En die gaat geel krijgen. En dus zien we Isimat deze wedstrijd niet meer terug. Want dat is zijn tweede. Ja, het idee was gewoon om vol druk te zetten. Hun eigenlijk niet aan de bal te laten. En zoveel mogelijk kansen te creëren. Dus het is gelukt. Daar is Jis Hoornkamp. Alsnog de gelijkmaker. Geen slechte voorzet en daar bij de tweede paal is het raak. Hoogma. Of die zelf het laatste zetje ook daadwerkelijk geeft, dat is de vraag. Ja, ik hoorde eerst dat Justin hem wel maakte. Toen hoorde ik een eigen doelpunt. En uiteindelijk kwam hij op mij af. Terecht. Ja, ik denk heel belangrijk. Zowel voor de ranglijst als voor de groep. Je bent er nog lang niet. Er zijn nog genoeg wedstrijden te gaan. Maar het is wel een fijn gevoel voor ons. Kelvin Leerdam tekende vorige week een contract voor anderhalf seizoen bij Heracles Almelo. De verdediger speelde in het verleden onder meer voor Vitesse en Feyenoord. Ja, ik heb bij Feyenoord 3-4 jaar in de jeugdopleiding gespeeld. Daarna het eerste elftal gegaan. Mijn debuut mogen maken. En, ja, eigenlijk ben ik daar gevormd tot wie ik nu ben. Want zoals je weet, als je daar in de jeugdopleiding komt, dan ben je meer op de club dan thuis, bij wijze van spreken. Dus, ja, eigenlijk is dat de basis van wie ik nu ben en dat komt daar vandaan. Je krijgt alles vanaf het begin dat je daar komt, wordt er tegen je gezegd hoe groot de club is. En op een gegeven moment is het gewoon iets normaals. Maar het is wel uniek als je natuurlijk voor zo'n mooie en grote club mag spelen. En zeker als je vanuit de eigen jeugdopleiding komt. Dus vrij uniek denk ik. Nou ja, ik heb altijd wel goede mentaliteit gehad. Dat is één en ik denk dat het belangrijk is. Je hebt ook een beetje geluk nodig natuurlijk. En je hebt ook een klein beetje talent nodig. En het spelletje moet snappen. En ik denk dat alles goed samenvalt. En iemand in je ziet zitten en je de kans wil geven. Ja, dan kan het zomaar zo gebeuren. Ja. Ja, daarna heb je de stap gemaakt naar Vitesse. Volgens mij heb je daar ook een onwijs mooie tijd gehad. Ja, hele leuke tijd gehad. De beker gewonnen. Heel veel vrienden gemaakt, mooie club en was een hele leuke tijd, ja. Ja, toen heb je de stap gemaakt naar het buitenland. Waarom heb je toen voor Amerika gekozen? Ik ben een groot liefhebber van Amerika, dus voor mij was de keuze eigenlijk vrij makkelijk. Waar heel veel mensen naar andere landen willen of op hun lijstje hebben staan, stond Amerika vanaf jongs af aan al bovenaan, omdat ik in Suriname ben opgegroeid. In de tijd wanneer ik daar ben opgegroeid, gaat eigenlijk bijna alles alleen maar over Amerika. Zeker in die tijd toen we nog geen internet en zo hadden en alles wat je zag was Amerika. Dus voor mij was Amerika sowieso heel aanlokkelijk. Ik heb bij Seattle gespeeld, fantastische club. Miami, mooie club. En LA Galaxy, ook een fantastische club. Dus ja, mooie steden. Grote steden allemaal. En hele mooie tijd, man. Dan nu toch de stap gemaakt, de keuze gemaakt om terug naar Nederland te gaan. Mm-hmm. Waarom? Ja, het heeft heel veel redenen, persoonlijke redenen, met familie en zo. En uiteindelijk ook voetbalreden natuurlijk, want dat is waarom ik bij de club getekend heb. Maar het is een samenloop van omstandigheden en soms komen dingen bij elkaar en dan maak je een keuze. Ja, de keuze nu voor Heracles Almelo gemaakt. Mm-hmm. Wat sprak je aan het verhaal hier?
Nou ja, Heracles was, hoe zeg je dat, in Amerika, persistent zeggen ze dan. Heel veel gesprekken gehad. En ze bleven contact maken. En dan op een gegeven moment, ik heb altijd geleerd dat je altijd moet luisteren naar mensen. En ze hebben een verhaal gedaan meerdere keren. En op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken. Wat ik zeg, je hebt te maken met persoonlijke situaties. Ga je met familiegesprek en kijk wat het beste is voor elke situatie. En toevallig komt dit zo uit. En moet je lang en hard over nadenken. En je keuzes afwegen. En we zijn eruit gekomen. Ja, in hoeverre is jouw familie dan ook daarin belangrijk? Heel belangrijk, ja. Want ik heb te maken met ouders. Ik heb natuurlijk mijn kinderen. Als alles zo bij elkaar komt en er spelen dingen in je leven, ja, dan moet je uiteindelijk de knoop doorhakken. En dat heb ik gedaan. Nicolai Lauwsen scheurde afgelopen januari opnieuw de voorste kruisband van zijn linkerknie. Er volgt dus wederom een lange revalidatie voor de vleugelaanvaller. Ja, gewoon. Je hebt net 9 maanden getraind. Omdat je terug kan zijn op het voetbalveld. En dan gebeurt het nog een keer. Dan is het zoals je wereld gewoon valt. Ja. Het voelt heel slecht. Had je gelijk in de gaten van het is weer missable? Ja, ik voelde het gelijk. Ja, dat kon ik heel goed zien aan jouw gezicht. Wij stonden met camera recht achter het doel ook. Wat denk je dan? Ja, wat denk je? Ik weet niet. Ik denk zoveel dingen. Gewoon slechte dingen. Ik kan het bijna niet geloven dat het waar is. Dat wordt na een paar dagen de realiteit. Het is hele moeilijke weken nu, zeker. Ja, en dan in het begin zit je ook nog in het buitenland, dan moet je nog weer terug naar Nederland. Hoe is die reis gegaan? Nee, dat was heel prettig. Dat was met PSV. Ik heb terug met hun gevlogen. Heb ik veel ruimte gehad. En ik hoef niet bij de balie te staan of wat dan ook. Ik ging gewoon heel vloeiend en was gewoon heel, heel fijn. Ik heb zoveel steun gehad van iedereen. PSV heeft ook mij laten weten dat als ik iets nodig heb, dan willen ze ook helpen. En natuurlijk hetzelfde hier bij Heracles. En dat vind ik gewoon, dat is iets wat je niet veel woorden van hebt. Dat is gewoon, voelt heel fijn als zo'n slechte dingen gebeurt. Ja, dan kom je terug in Nederland, terug bij je vriendin ook thuis. Hoe zijn dan de afgelopen weken geweest? Want wat kun je bijvoorbeeld doen? Ja, heel saai. Ik heb een paar tests gehad, een krachttest. De eerste was niet heel goed, dus ik heb een beetje doorgetraind. Even wandelen, een beetje gamen, Netflix kijken. Ja, gewoon wachten tot ik mag geopereerd. Ben je een type die makkelijk stil kan zitten of is dat best wel moeilijk? Nee, ik vind het niet heel leuk. Ik wil gewoon iets doen, maar ja, nu is het niet veel om te doen. Ik wil liever gewoon voetbal spelen. En ja, dat kan natuurlijk niet. Dus het is gewoon heel saai thuis. Ja, je bent dan ook af en toe wel een keer op de club om te trainen. Wat kun je dan bijvoorbeeld trainen? Gewoon een beetje krachttraining, een beetje fietsen. Ja, dan praat ik met de jongens. Dat is ook fijn. Dan zie ik iedereen. Was het moeilijk om weer vooruit te kijken? Want je moet op een gegeven moment toch een knop omzetten van ik moet weer gaan revalideren. Ik sta weer even niet op het veld. Maar was dat moeilijk? Ja, zeker. Er zijn zoveel dingen gaan naar je hoofd. En ook niet goede dingen. Je voelt dat je gewoon weg wil van de wereld. Dat is het gevoel wat ik had en die is niet heel fijn. Maar nu heb ik eindelijk een datum en ik weet dat iedereen mij wil helpen. En dat geeft ook gewoon rust in mijn hoofd. En dat is gewoon iets wat iets goed doet voor mij.
wat ik nodig heb. Ik zeg gewoon tegen mijn vriendin als ik nodig heb dat wij een beetje moeten praten. Bijvoorbeeld Samuel is ook, hij was hier geweest met de Ajax-wedstrijd en hij is ook langsgekomen naar mijn huis. Dat soort dingen, dat geeft gewoon veel rust en een beetje motivatie. Hij heeft zoveel energie en hij heeft zoveel verhalen, dus dat is altijd leuk. Nog even terug aan die wedstrijd tegen Ajax, want bij de opkomst, de spelers hadden een mooi shirt van jou aan. Wat heeft dat met jou gedaan? Ja, dat voelt gewoon goed. Het voelt een beetje niet echt. Zo'n kleine ding en het betekent zoveel voor mij. Ja, je wil natuurlijk niet jouw naam daar zien, maar dat is de realiteit. Dat doet gewoon iets goed ook. Dat geeft ook motivatie. Ik spreek met iedereen. Iedereen is altijd positief naar mij. En iedereen wil mij helpen. En ja, ik kan niet meer vragen dan dat. Dan ook goed nieuws, want jouw contract liep volgens mij af komende zomer. Is daar al meer nieuws over? Ja, ik heb net een nieuw contract getekend. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. Ja, had je dat verwacht? Omdat direct na het gebeurd was, dan kwam Nico naar mijn hotelkamer. En zei hij van, en Rob ook, dat hun mij wil helpen. En eigenlijk geeft dat gewoon veel rust. Aan mij. Ja, ik vind dit een mooie club en ik wil hier graag spelen. Had ik ook vooruitgekeken. Nu met 9 maanden trainen en nu kon ik niet meer. Dus ik moet nog een keer dat doen. Maar ik wil zeker voor deze club spelen, goals scoren. Wij hebben zoveel leuke dingen samen gedaan. Dus ja, ik heb ook geen woorden voor. Het is gewoon heel mooi. Ja, want ik kan me ook voorstellen als jij als speler een aflopend contract hebt en je bent zwaar geblesseerd, dat je ook denkt van ja, misschien zit ik straks ook wel zonder club. Ja, zeker. Heeft dat ook door je hoofd gespookt? Ja, zeker. Zeker in het begin, dan dacht ik wat moet ik nu doen? Moet ik stoppen? Moet ik, wat gaat gebeuren? Ja, dat weet je niet. Dat denk je alleen van, de gedachte wordt gewoon slechter en slechter. Als ik zei, Rob en Nico is naar mijn kamer gekomen en hebben gezegd van nee, wij willen je steunen, wij laat je niet vallen, wij willen weer jou zien op de voetbalveld hier. Ja, dan, dat is gewoon ontzettend, ontzettend fijn. Heracles Almelo gaat komende vrijdagavond op bezoek bij koploper PSV. De laatste keer dat Heracles Almelo won in Eindhoven was in de jaren 60. De laatste keer dat ze gewonnen hebben van PSV, dat was in 1963. Of in 1964. Nou, verdiend. Nou, dat weet ik niet zozeer zeggen. Dat is verdiend was in ieder geval. En die verdediging ging erdoor en toen werd hij gepakt door Gerry Donners. En die speelde een jaar ervoor bij ons. Ja, nou en dat werd door een strafschop, werd er door mij benut, wonnen we met, toen stond Gert Bals, die stond nog in het doel. Ik ben blij dat we nu weer terug zijn in de Eredivisie, want nu word ik waarschijnlijk weer met het Sportjournaal word ik genoemd als enige winnaar daar bij PSV met 1-0. De laatste keer dat Almelo's een resultaat meenamen uit Eindhoven was in 2016. Armenteros, geen buitenspel blijkbaar. Armenteros en Heracles staat met 1-0 voor. Na 39 minuten voetbal in Eindhoven komt Heracles op voorsprong. Met Jetro Willems en Luc de Jong als Siem de Jong er dan ook nog een potje van maakt. En Bruns heel doortastend is, scoort Armenteros. Hier is de corner, Luc de Jong en Pereiro 1-1. Castro had nog een antwoord. PSV tegen Heracles Almelo begint vrijdagavond om 8 uur en is live te zien op ESPN. Deze uitzending van Heracles TV zit erop. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Acito.